Ja, in de vorige aflevering en in de vorige stream ging het best goed. We hebben nog alle Pokémon's, dus dat is sowieso nog heel erg fijn. Nu is het misschien handig voor mij om heel eventjes te gaan trainen, want anders wordt het een gedoetje zo meteen. We moeten zo meteen hier echt naar voren, maar laten we dus eerst even gaan healen. Dat lijkt mij een goed idee in ieder geval. Jammer dat we nog geen Tauros hebben, anders zou het allemaal een stukje sneller gaan. Maar dat is helaas niet zo. Ik denk dat we zo meteen bij de trial gaan komen, maar dat weten we nog niet. Laten we eerst maar eens gewoon doorlopen. Wellicht dat we binnenkort nog een coole Pokémon aan ons team kunnen toevoegen. Dit moment hebben we wel twee Dark Pokémons, dus misschien dat we afscheid moeten nemen van een van de twee Dark Pokémons. Kijk, we hebben nu uiteindelijk Grasgeest. Of Grass Ghost, Bug Electric, Dark Psychic, nog een Dark en dan Water Flying. Dus ik denk dat we de Zorua gaan lozen. Oh, dat had ik eigenlijk meteen wel kunnen doen. Nou, fuck it. Laten we eerst maar gewoon gaan vechten. Misschien dat hij nog wat leveltjes kan pakken, dat we daarna de Zorua gaan lozen. En dat we er binnenkort een goede Pokémon voor terugkrijgen. En kijk, ik kan ze beter in mijn box hebben, zeg maar, dat ik ze later nog kan gebruiken als alles helemaal fout gaat, dan dat ik hem in mijn team hou en daardoor dat hij doodgaat, omdat ik hem in moet zetten. Flying Pokémon was er misschien niet heel slim. Maar zoveel goede aanvallen heeft deze Pokémon niet, helaas. Dat deed iets meer damage. Dan blijven we gewoon lekker pek doen. Voeren stoor doen ze. Hoezo heeft dit random trainertje nou weer een voelstoel? Nou, nog één keer en dan is die Murkrow eindelijk dood. Razorleaf, kijk, daar houden we van. Is er zo meteen een heal mogelijkheid? Dat weet ik eigenlijk niet. Wat is hier? Oh ja. Is dit een heal mogelijkheid? Oh, is dit een heal mogelijkheid? Nee, hier zijn alleen maar Delibirds. Nu zit ik heel even te denken, hè. Ik ga hier heel even uitlopen en dan loop ik er weer in. Zou dit tellen als een nieuwe route? Hier zegt hij route 2. Wat zegt hij als ik hier kom? Barry Fields. Ja, dat is een nieuwe route. Dus als daar een Crabrawler in zit. Of een Crabominable. Nee, een Crabrawler. Dan mag ik hem vangen. Die zouden we best wel kunnen gebruiken. Dan doen we hem heel even vooraan zetten. Yo, Sintrax. Zit er nog een Cabrawler in of niet? Oh, blijkbaar geen Cabrawler. Dat is wel jammer, anders hadden we hier nog een Pokémonnetje kunnen fixen. Verder zijn er echt helemaal geen. Nee, verder zijn er echt helemaal geen hoopjes met berries. Dat is jammer. We hebben hier gras, maar dit is nog steeds route 2, dus volgens mij mogen we hier nog steeds geen Pokémon vangen. Laten we die battle maar doen. Flabébé. Oké, die Flabébé, die gaan we even helemaal kapot maken. Oh, is hij alleen maar fairy dan? Oeh, dat deed veel damage. Ik dacht dat hij ook gras was. Daar is toch ook gras. Hij heeft in ieder geval ook gras aanvallen. Yo, dankjewel voor de bit. Dat is heel aardig van jou, Syntrax. Die had ik nog te goed. Nou, dat is heel lief van je. Dankjewel. Ik ben sneller, hè? Super potion. Heel erg nice. En als het goed is, een Pokémon Center. Dit is een Pokémon Center. Wat krijg ik? Ik heb niks aan revives in een Slowpoke. Ik heb het ook al tegen Lily gezegd. Daar hebben we helemaal niks aan. Moet ik rood omloten doen? Oh, ik moet dan op hem klikken. Is dit nog steeds route 2? Ja, hè? Oh, dat zegt hij niet. Fight Pokémon dat wel echt. Van pas gekomen. Deze mogen we nog niet vangen volgens mij, want dit hoort bij de trial.
Dus we mogen pas een Pokémon vangen op het moment dat de trial af is gelopen, als ik me niet vergis. Te denken, hoe gaan we die shiny, of die shiny, hoe gaan we die totem Raticate verslaan? Ik kan best een fight Pokémon kunnen gebruiken nu. Deze mag ik niet vangen als het goed is. Volgens mij mag ik pas vangen na de... na de trial. Daar hou ik me dan ook gewoon heel even aan. Of het nou waar is of niet, dan weten we dat in ieder geval. Pico level 11, heel fijn. Twee Pokémon to defeat, oké. Okay. Oh, nou dit is er ook een. Ook een Rattata zijn, ja. Yeah. Zijn het volgens mij allemaal. Nice, een crit. Dan lopen we die kant op. Pakken we ook die Pokéball hier. Oh. Ja, waarvoor ben ik hier dan naartoe gelopen, jongens? Oh ja, Team Skull moet ik nog tegen. Yo, 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 ik ben Team Skull. Ik ben very cool, yo. Kom vechten dan, yo. Wat heeft hij? Een Drowsy, oké. Okay. In een safaribal. Team Skull is volgens mij wel het meest nutteloze team tot nu toe. Nee, nee, nee. Die van Sword and Shield zijn heftiger. Even kijken. Team Flare is ook niet echt heel boeiend hoor, moet ik zeggen. Van X en Y. Oh wacht, dit durf ik wel aan. Oeh, Astonish. Super effective. Team Skull is, heeft nog iets van... een karakter, zeg maar, dat heeft Team Yell van Sword and Shield niet en Team Flare ook niet. Alleen die Lissandra, die leider dan. En hun hebben Itchy Boy Guzma. En Plumeria. Dus dat is in ieder geval iets. Psywave. Ha, huh, interessant. Ah, oh, moet ik ook tegen hem? Team Galactic, oh ja, dat is van Diamond and Pearl. Oké, okay, ah. Oh, hun gaan mij nou helpen, wacht. Zal ik alvast healen, laat ik dat doen. Oké, okay, nou, de derde Rattata en dan is het... Oh, een Raticate zelfs, oef. Ik denk dat die totem Raticate nog best moeilijk gaat worden, zo. Doet niet zo heel veel damage. Veel whip. Veel nee. Dat is redelijk wel damage. Oké, okay, Raticate is dood. Level 5. 10. Oké. Okay. Moment van de waarheid. Ja, oh, daar kunnen we nog niet heen. Daar moeten we de Taros voor hebben. Die Z-Crystal willen we wel. Maar daar worden we eerst aangevallen door een Raticate. Totem Raticate. Spannend. Ja, maar hij is wel sterk, die Raticate. Oh, hij miste Super Fang. Super nice. Oh, dat was een crit. Oh, wat nice. Oké, okay, die ally is op zich... Die moet ik als tweede pas killen, die ally. Volgens mij heb ik nog geluk dat het een Rattata is. Want volgens mij kunnen dat... Oeh, ja. Super chill. Resolief gaat op 2. Kom op, doe niet al te veel damage. Dat is best wel wat damage. Weer een crit? Ja, weer een crit. Oké, okay, ik heb fucking veel geluk. En level 16. Dat betekent volgens mij ook dat hij zo evolueert. Ominous Wind. Ja, ja, zeker weten. Ja, geluk. 2 crit. Easy. Oké, okay, dan anticlimax. Huh? En hij evolueert, toch? Nee, hij evolueert niet op level 16. Heftig. Van de bits? Dat klopt, ja. Dankjewel voor de 50 bits, wat aardig.
Dat is heel lief van jou, Syntrax. Dankjewel. The trial is complete. Heel nice. Ja, nu gaat hij een dansje doen. We gaan dansen leren, jongens. Dit is super belangrijk. Let vooral goed op. Oké, Elma, je bent super cool, maar laat me alsjeblieft met rust. Oeh, 10 Great Brawl. Brawls. 10 Great Balls. Super nice. Want ik moet zo meteen hier toch een Pokémon vangen in Verdant Cavern. En ook nog geheeld? Nou, nou. Luxe, luxe. Ja, ook nog geheeld. Alleen hij evolueert dus niet op level 16. Dat is een beetje jammer. Laten we hem dan even voorop zetten. Zo. Dan gaan we kijken of we hier in deze cavern een Pokémonnetje kunnen vangen. En hopen dat het geen Rattata is. Oh, daar heb je hem ook weer. Hij doet de farbeweging van voetbal. Zag je dat? Wow, yo, 160 bits van Syntrax. Wat lief van je. Hij wil heel graag die nummer 1 spot pakken. Heel nice, dankjewel. Super lief van jou. Dat is heel aardig. Oeh, dit is de Pokémon die we mogen hebben. Het is toch echt een Rattata geworden. Dat is jammer. Laten we hem al niet al te veel schade proberen aan te doen. Dat is zo lief van jou. Je bent nu eerste op de bidlijst. Oh jee. Shiny? Meer kans op Shiny? Oké, nee. Great Ball! Eén. Twee. Drie. Hit. Galarian Rattata. Ik zei Galarian Rattata, maar het is natuurlijk Alolan Rattata. Oh, kut. Sorry. Nou ja, volgens mij is het ook geen goede item. Dus. Hé, hey, je kan ook zo een Pokémon tegenkomen. Heftig. Oh, die had ik veel liever gehad. Die had ik veel liever gehad dan de Rattata. Oh, heb je Elma weer? Die gaat sowieso tegen me praten natuurlijk. Hio, weer 40 bits! Dankjewel, Syntrax. De lead, hij pakt de lead. Ah, kijk, nu mag ik daar zo meteen langs. Dat is super fijn. Mogen we weer Pokémon vangen. Alleen moet ik zorgen dat het geen Rufflet of Vullaby wordt, want die evolueert pas op een veel te hoog level. Dus daar heb ik gewoon niet zoveel aan. Hey, koekoe. Ja, ja. De Sea Crystal die moet ik misschien wel even aan iemand geven met een normaal aanval. Gaat hij het nou voordoen? Ja, gaat het voordoen. Schiet nou op. Moet ik nou zitten kijken? Breakneck Blitz! Oeh, Growlithe! Is dood door de Breakneck Blitz. Dan weten we dat ook weer.